Welkom bij video 8. Vandaag gaan we het hebben over kenmerken 16 en 17. We beginnen bij de verspreiding van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van kruistochten. Vanaf de 11e eeuw begon het christendom zich binnen Europa sterk uit te breiden. En dit werd op drie manieren zichtbaar. Zo was er de verovering van het islamitische Spanje en Portugal. Toen het grote islamitische rijk uit elkaar viel door meerdere conflicten, veroverden de christenen Spanje en Portugal terug. Rond 1200 hadden de christenen al een groot stuk terugveroverd op de islamieten. Deze terugverovering noemen we de Reconquista. Dit is Spaans voor herovering. In 1491 worden de laatste moslims uit Spanje verdreven. Er kwamen kruistochten in het oosten van het Middellandse zeegebied. Een kruistocht is een expeditie van christelijke soldaten met als doel Jeruzalem te bevrijden van de islamieten. Er was een grote betrokkenheid vanuit de katholieke kerk. Bij deze kruistochten. Ze beloofden iedereen die meedeed vrijspraak van al zijn zonden. Zo kon je dus toch nog in de hemel komen, ook als je al heel veel fout had gedaan. De strijd tegen de islam werd gezien als een heilige missie. De eerste kruistocht was in 1095. Paus Urbanus II riep edelen op de wapens op te pakken om het heilige land te veroveren. Er zouden nog vele kruistochten volgen. Ten derde trokken christelijke redders naar dunbevolkte gebieden in Oost-Europa. Ridders van de Duitse Orde begonnen gebieden in Letland, Polen en Hongarije in te nemen. Ze vochten tegen niet-christelijke volken. De belangrijkste reden voor deze gebiedsuitbreiding was eigenlijk gewoon het landgebrek door de ontstaande bevolkingsgroei. De Katholieke Kerk wilde een eenheid en zuiverheid van het christelijke geloof binnen Europa. Dit leidde tot een strijd binnen de christelijke wereld en een expansie binnen Europa van de Katholieke Kerk. Iedereen die afweek van de officiële christelijke geloofswilleer werd vervolgd en streng bestraft. Hiervoor werd een speciale rechtbank opgericht die ketters moest opsporen en straffen. Deze rechtbank noemen we de Inquisitie. De christelijke expansiedrift en zijn kruistochten leidden tot veel dodelijke slachtoffers. Op het moment dat de kruisvaders verder uit Europa wegtrokken en voedsel schaars werd, waagden zij zich aan verschillende misdragingen en plunderingen. De kruistochten waren goed voor de handel tussen het Oosten en het Westen. Ook was het veelal wel positief voor de wetenschap. Zoals al eerder verteld waren de islamitische wetenschappers verder gaan werken aan de kennis van de Grieken. Deze kennis werd weer mee teruggenomen naar Europa. Maar de kruisvaarders leerden ook veel over inzichten van andere volken die ze tegenkwamen op hun tocht. Toen bijvoorbeeld de Moslims uit Cordoba werden verdreven, ontdekten de veroveraars een universiteit. Hierna werden in verschillende Europese steden universiteiten gesticht. Waardoor niet alleen meer de klooster het centrum van kennis was, zoals dat was in de vroege middeleeuwen, maar in de late middeleeuwen dus ook de universiteit. We gaan nu verder met kenmerk 17: en dit kenmerk gaat over het begin van de staatsvorming en centralisatie. Hey, geluksvogel! Doe jij dit jaar examen en wil je meer uitlegvideo's van elk vak van alle examenonderwerpen netjes op een rijtje? Kijk dan op digistudies.nl